Goedenavond en van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Heb Je Leven Lief Show. Wat leuk dat je kijkt. Mijn naam is Tanja Hebrecht. Ik ben health en wellness coach en elke zondagavond kom ik even hier binnen hoppen om je wat te inspireren, om je wat tips te geven, om je wat inzichten bij te brengen in hoe je gezonder kunt leven en hoe je dus je gezondheid kunt verbeteren, eventueel je lijn kunt verslanken en je levenskwaliteit kunt verbeteren. En ik ben helemaal pumped up, want ik heb zo net de kick-off sessie gegeven in onze groep, in mijn groep de Healthy Lifestyle Junkies. Dat is een groep waarin we mensen verenigen die eigenlijk ervoor kiezen om gezondheid hoog in het vaandel te dragen en die ervoor kiezen om stappen te ondernemen in het creëren van de volgende versie van zichzelf. En dat betekent de fittere versie, de gezondere versie, de slankere versie, de stralendere versie. En ik doe dat daar samen met een aantal collega's, mensen die bij mij samenwerken, die ook professional zijn in health en fitness en wellness. En dat is gewoon super tof. We hebben nu de komende 5 dagen hebben een challenge, een fit challenge opgezet. Waarbij we gedurende 5 dagen 5 eenvoudige basics aanpakken die de gezondheid verbeteren en die helpen afslanken enzovoort enzovoort. Allemaal voordelen hebben. En we hebben daar meer dan 200 aanmeldingen voor gehad. Dus dat betekent dat er vraag is, dat de mensen behoefte hebben aan wat ondersteuning, aan inzichten en aan hulp ook. En we merken dat die community ook heel krachtig werkt. Mensen hebben graag het te delen met elkaar, hebben graag dat ze, ja, dat ze in een gemeenschap zijn met gelijkgestemden en mensen die eigenlijk hetzelfde parcours afleggen. En we raden ze zelfs aan om een buddy te vinden in het programma en dat samen af te leggen. We hebben ze een aantal tools gegeven die het hen nog gemakkelijker gaat maken om bij de les te blijven en om eigenlijk die 5 dagen tot een succes te brengen. Dus super tof om zo 200 mensen tegelijk te mogen motiveren daarin. Samen met mijn collega's, zoals echt fantastisch. Dus we kijken er naar uit om daar een succes van te maken. Mocht je dit hebben gemist en mocht je zin hebben om mee te doen, zet dan even in de commentaren hieronder fit. En dan ga ik je met heel veel plezier nog toevoegen. Want het gaat leuk worden. Het gaat sowieso een leuke ervaring zijn. En we werken aan resultaat. Alright, dat was tot nu toe. Wat wil ik vandaag doen? Wel, een van de vele vragen die we keer op keer krijgen is, hoe is dat nu met pasta? Hoe zit dat nu met pasta? Is dat nu gezond of is dat nu niet gezond? Is dat nu iets waar je van vertikt of niet? Het is heel onduidelijk voor de mensen. En daar wil ik vanavond wat meer duiding over geven, wil ik wat duidelijkheid over scheppen. En neem van mij aan, het antwoord is complex, is niet zo simpel. Voor de mensen die ondertussen live aan het kijken zijn, heel tof, van harte welkom. En laat even weten dat je kijkt, laat even weten van waar je kijkt en wat je voor leuks je gedaan hebt op deze fantastische zondag. Ja, zo fantastisch weer was het niet hier. Het was eigenlijk een ideale dag om zo binnen te werken en dat heb ik ook nog een hele dag gedaan. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie hebben gedaan. En laat ook even weten of jullie van pasta houden. Als jullie van pasta houden, zet dan even een 1 in de commentaren hieronder. Als jullie niet van pasta houden, zet dan even een 2 in de commentaren. Ik vind het altijd leuk om zo even een poll te hebben van hoe zit het met mijn publiek? Waar zijn ze mee bezig en waar houden ze van en niet? Oké, pasta. Ik krijg heel veel mensen hier bij mij die gek zijn op pasta. Wij zijn over het algemeen pasta lovers. En ja, dat is wat het is. En als ik dan moet zeggen tegen die mensen, je mag geen pasta meer eten, dan zie je dat gezicht gaat op onweer. De mensen vinden dat niet tof, want pasta is zo lekker en zo leuk en zo dat klaar en zo gemakkelijk. En de kinderen vinden dat tof enzovoort. Oké, ik ga jullie bevrijden. Pasta eten mag. Pasta eten kan. Maar ik ga jullie wat tips geven van hoe jullie dat het beste kunnen doen. Zoals ik al zei, pasta eten, is dat gezond of ongezond? Wordt je er dik van of niet? Het ligt eraan. Het antwoord is iets complexer dan wat je misschien zou verwachten. En ik heb hier mijn notities bij mij, want ik heb dit zoals altijd goed voorbereid. En ik heb daar ook de recente wetenschap op nageslagen. Want dat is waar ik mij graag op baseer. En dat zijn de inzichten die ik graag met de wereld deel. Oké. Er is
Een recente meta-analyse gepubliceerd. Dat betekent, dat zijn eigenlijk allemaal onderzoekjes die gebeurd zijn of onderzoeken en waarvan de resultaten zijn gebundeld. En daar zijn een aantal interessante dingen uitgekomen. En de bevindingen die uit die analyse is gekomen, is voor veel mensen verrassend. En misschien voor jou ook. Kort samengevat is het zo, dat wat daaruit is gekomen, is dat mensen die pasta eten en die dat doen in het kader van een low-carb dieet, dus dat betekent low-carb is laag koolhydraatrijk. Koolhydraten, dat is alles wat brood en pasta en koek en beschuit en toast en al wraps en alles wat van deeg gemaakt is vooral. Dus iemand die daar weinig van eet en die pasta eet, die gaat daar meestal geen problemen mee hebben. Die gaat daar niet van verdikken en die gaat daar ook niet ongezonder van worden. Mensen daarentegen, en zo zie ik er toch wel veel, die overwegend een koolhydraatrijk dieet hebben. En dan heb ik het over mensen die brood eten en beschuit en toast en crackers en koek en enzovoort, rijst en pasta en pizza en die hebben daar wel last van. Die gaan, ofwel gaan ze ervan verdikken, ofwel gaan ze er op termijn gezondheidsklachten door krijgen. Dus even kijken, er zijn mensen live aan het kijken. Laat even weten dat je kijkt. En laat even weten bij wijze van een duimpje of een hartje. Of je hier iets aan hebt. Of dit voor jou nuttig is. Laat het even weten. En ik kijk naar twee camera's, want ik ben dubbel aan het streamen. Ik doe dat sinds een tijdje om te kijken, om meer mensen tegelijk te kunnen bereiken. Dus ik ben zowel op mijn privé profiel aan het streamen als op mijn fanpage. Altijd leuk om te zien. Ja, hey. Tof dat je er bent. Alright. Dus, wat wil dat nu eigenlijk in mensentaal zeggen? Dat koolhydraatrijk en koolhydraatarm. Wat er trouwens op dit moment in de mode is, nogal in de mode is, als we het hebben over koolhydraatarm eten, dan heb ik het over paleo bijvoorbeeld. Daar heb je wel al van gehoord, of dat doe je misschien, of dat ken je misschien. En ook het ketogene dieet. Dat zijn twee manieren van eten waarbij je weinig koolhydraten eet. Dus de koolhydraten die ik daarnet heb opgezond. Nu, wat betekent dat nu voor die pasta? Hoe kun je nu pasta wel of niet eten? Als je er wel of niet wil van verdikken natuurlijk. Hè? De keuze is altijd aan jou. Pasta, de slotsom is, uit al die onderzoeken is gebleken, je kan pasta eten als je het in normale porties eet. In beperkte mate. En als je het combineert met voldoende andere gezonde voeding. Ik kom erop terug wat dan die andere gezonde voeding is. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Als je te grote porties pasta eet, en eerlijk gezegd, als ik zo naar een brasserie ga en ik zie daar de porties pasta passeren, dan denk ik van, oh my god, hoe krijg je dat binnen? Wat is een normale portie pasta? Wel, dat is gekookt, iets wat je in een mok krijgt, dus in een grote kop. Iets wat daarin past. Dus als je mijn glas neemt bijvoorbeeld, zo dat tot hier gevuld, gekookt. Dat is een normale portie pasta. Als je dat eet, gecombineerd met heel veel groenten, goede vetten, ik kom er zelfs op terug, nog een aantal andere dingen, dan gaat dat heel goed meevallen. En in een van die studies zelfs gebleken dat mensen die dat doen, dat die, en zelfs 3 keer per week, dat die er zelfs van afvielen. Als ze dan voor de goede pasta kiezen. En daar kom ik zelfs ook op terug. Even drinken. Hebben jullie vragen of opmerkingen ondertussen? Hey Heidi. Hoi, hey Sabine. Oké, Annelies is ook aan het kijken. Hallo. Goed, dus pasta eten hoeft geen spelbreker te zijn. Wat is nu, hoe kun je nu combineren waardoor dat het wel oké is? Wel door bijvoorbeeld om te beginnen met veel groenten te eten. En de groenten waarmee dat het beste past zijn kolen. Alle soorten kolen, spitskool en groene kool en al die dingen. En groene bladgroenten, onbewerkt voedsel. Dus denk aan waterkers, Chinese kool, spinazie,
Maar kijk naar de Italianen. Dat zijn slimme gasten, hè. Die eten dat met basilicum of met rucola. En die eten ook niet... Wij eten pasta, pasta bolognese, en dat is onze hoofdmaaltijd. Maar de Italianen die doen dat niet, hè. Die eten een beetje pasta als voorgerecht. Met basilicum en olijfolie. En dan is dat wel oké. Dus Romeinse sla, andijvie, kool, rucola, radijsjes, spruitjes, al die dingen zijn goed om te combineren met pasta. En dan ga je er eigenlijk geen nadelen van ervaren. Dus dat is goed nieuws. Er is nog een voorwaarde, kom ik zelfs op terug. Dus de combinatie waarin je die pasta eet is superbelangrijk. Is van doorslaggevend belang. Ook hoe je pasta gaat opnemen. Want die pasta uiteindelijk, als je nu gewone tarwepasta neemt, ja, dat is suiker. Dat zijn koolhydraten, dat is eigenlijk puur gelijk suiker. Maar als je dat gaat combineren met die groene blaadjes, bijvoorbeeld met rucola of met spinazie of met basilicum, zeker als ze rauw zijn, dan gaat jouw lichaam dat veel gemakkelijker verteren. En als dat verteert, dan gaat dat mee doorheen je verteringsproces. Geen man overboord, geen probleem. Maar als dat niet verteert, alles wat je niet verteert, dan sla je op. En waar ga je dat opslaan? In vetmassa natuurlijk. Vetmassa, ons lichaamsvet, dat is iets waar weinig mensen bij stilstaan. Maar een van de belangrijkste functies van lichaamsvet is het bergen van toxines en van afvalstoffen. En dat is reserveenergie. Dus ons lichaam zegt, oké, we krijgen hier suiker binnen. Suiker is de eerste brandstof die ons lichaam gebruikt als energiebron. En als we meer suiker binnenkrijgen dan wat we verbranden, want wat we nodig hebben, dan zegt ons lichaam, dat is geen probleem, we gaan dat opslaan in lichaamsvet als reserve. Voor als we een keer geen eten krijgen. Alleen, we leven niet meer in tijden, hier toch niet, hè? Dat we geen eten krijgen. We hebben altijd eten in overvloed. Dus die reserve, die groeit alsmaar aan. En dat is nu net wat mensen niet willen. Oké, goed. Zijn er vragen ondertussen? Hey Maria, we zijn aan het kijken, super tof. En hey, hi. Oké, dus je moet als je op restaurant gaat en je eet pasta, moet je uitkijken. Want daar zijn de porties meestal te groot. Vraag de kinderen pasta met veel groenten. Doe zoals ik en vraag. Enfin, ik eet meestal geen pasta op restaurant, want mijn lichaam reageert, flipt op gluten. De meeste pasta's in restaurants zijn gluten. Pasta's, gluten, dat heb je in tarwe, dat heb je zelfs ook in spelt. Maar de meeste pasta's in de restaurants, gluten, en daar kom ik zelfs ook nog op terug. Maar dus vraag dan een kinderpasta en vraag dan in plaats van die pasta groenten, extra groenten. En als ze zeggen een beetje sla, ja, maar zet er dan wat, doe geen mayonaise of vinaigrette met suiker erbij. Vraag dan gewoon goede zuivere olijfolie, eventueel met een beetje azijn. En maak dan zelf een beetje een vinaigretje. Je gaat straks zien dat dat zelfs nog voordelen heeft. Oké. Het hangt dus ook af van je darmgezondheid. Hoe jouw lichaam met die pasta omgaat. In mijn geval, ik had prikkelbare darmsyndroom. Zoals de meeste mensen, onbewust. Prikkelbare darmsyndroom betekent dat je allerlei klachten krijgt. Waarvan de meeste mensen niet eens het verband leggen dat de oorzaak in de darmen ligt. Maar je krijgt huidklachten, je hebt weinig energie, je hebt een opgeblazen gevoel, je kunt niet afvallen, je voelt je suf, je kan je niet concentreren, enzovoort. Enzovoort zijn allemaal van die typische klachten. Prikkelbare darmsyndroom. En hoe komt dat? Wel, die gluten bijvoorbeeld. Gluten, dat zijn, je kunt dat zien als mesjes. Die gaan gewoon je darm perforeren. Die darmwand, daar heb ik het vroeger al over gehad, dat is maar één celletje dik, dat is een heel dun vliesje. En die gluten, die maken daar zo, die maken daar zo spleetjes in, scheurtjes in. En dan krijg je problemen. Eens je darmen hersteld zijn, kun je daar misschien wel tegen. Dat is waar ik dan ook op werk. Dat heb ik ook bij mezelf gedaan, dat heb ik ook bij mijn klanten gedaan. Maar ik merk bij mezelf dat als ik bijvoorbeeld stress heb, wat ook heel slecht is voor de darmen, en ik eet dan gluten, dan heb ik prijs. Dus ik probeer dat toch wel wat te vermijden. En er zijn ondertussen zoveel alternatieven dat dat geen probleem hoeft te zijn. Pasta, zoals ik daarnet al zei, dat is een tarwebom en dat is dus een glutenbom. Goed, oké. Dat is allemaal een beetje theorie. En wat er is uitgekomen uit die studies. Hoe kun je nu, ik wil jou 7 tips geven...
van hoe je nu op een gezonde manier pasta kunt eten. En punt nummer 1 is, kies voor glutenvrije pasta. Dat is iets waar ik altijd meteen op werk. Als mensen hier bij mij komen om af te slanken, dan ga ik altijd, zeker dames, ga ik altijd die gluten uit de voeding halen. En dan ga ik ze alternatieven aanreiken. En een heel goed alternatief is bijvoorbeeld pasta van rijstmeel. Dat heb je ondertussen ook in alle vormpjes en in alle maten en gewichten. En dat is ook wel lekker. Dus dat is een alternatief. Of waar ik heel graag mee werk, dat is met die konjakpasta. Konjakpasta vind je, deze komt bijvoorbeeld zelfs uit de Albert Heijn. Je vindt hem ondertussen ongeveer overal. En dit zijn puur vezels. Dit zijn vezels van de konjakwortel en glucomanan. En dat is zo helend voor je darmen. Dat geeft je de pasta-ervaring zonder koolhydraten. Heeft bijna geen calorieën. En vult enorm. Dit is, ik noem dit wel eens de natuurlijke maagverkleiner. Omdat dit, die pasta die erin zit, die vezels die nemen ontzettend veel vocht op. En dan zwelt dat en dan creëert dat een volume in je maag, waardoor je veel minder gaat eten. Dit is een fantastisch alternatief. Je hebt dat in rijstvorm, je hebt dat in pasta, je hebt dat in zo van die lintjes, tagliatelle. Dat is ook een heel goed alternatief. Tip nummer 2, eet het in kleine porties. En eigenlijk een heel goede maat, dat heb ik in India geleerd, is maak een kommetje met je beide handen. En wat in dat kommetje past, dat is een goede portie voor je pasta. Gekookt. Of ongeveer wat je in zo'n glas of een mok krijgt. Gekookt. Dat is een goede portie. Tip nummer 3. Eet er massa's groene blaadjes bij, groenten bij en scheutjes. Die scheutjes, dat heb ik ook, dat is iets wat je me heel vaak hoort zeggen. Maar dat is iets wat je bord meteen een stuk gezonder maakt. Dus je hebt luzernscheutjes, radijscheuten, broccolischeuten, rode bietscheuten. Enfin, je hebt ze in alle geuren en kleuren. Je hebt er geen werk aan. Je pakt zo een beetje van die scheuten. Je doet ze bij in je bord, op je bord. En je maakt je bord meteen al een stuk gezonder. En groene blaadjes ook. Ik had het er net over basilicum, over rucola. Dat zijn twee dingen die fantastisch lekker te combineren zijn met pasta. Kijk maar naar de Italianen. En of spinazie kan ook. En dan maak je ook meteen het je lichaam ten eerste een stuk gemakkelijker om die pasta te verteren. Je gaat ook veel beter de eiwitten die je er dan ook bij eet. Zoals pure vlees en kip en gevogelden of koorn die gerookte tempeh bijvoorbeeld voor de vegetariërs onder ons. Die eiwitten ga je ook veel beter opnemen als je die gaat combineren met groene blaadjes. Dus alleen maar voordelen. Bereid je pasta al dente. Dat is ook weer iets dat de Italianen zeer goed weten. Als je bij een Italiaan pasta gaat eten, dan is die altijd al dente. Waarom? Omdat al dente heeft minder suikers. Die gaat je bloedsuikerspiegel niet zo laten pieken. Dus al dente koken zorgt voor minder last of minder negatieve gevolgen van pasta. Maakt een verschil. En is ook lekkerder. Combineer het met gezonde vetten en eiwitten. Wat zijn gezonde vetten? Olijfolie, de Italianen weer. Kokosolie. Bijvoorbeeld rijst. Hè, want wat ik nu vertel over pasta kun je eigenlijk net zo goed op rijst toepassen. Wat ik altijd doe voor ik mijn rijst kook, is een klein beetje kokosolie. In de pan laten smelten. En daar dan mijn rijst even in aanbakken. En dan mijn bouillon erin. Ik doe dat met bouillon of met water. Hangt er een beetje vanaf welke rijst. En dat even laten gaar worden. Dat is fantastisch lekker. En je hebt meteen het voordeel dat de suikers die in de rijst zitten niet zo gaan worden opgenomen in je bloed. Dan, wat hebben we nog? Die eiwitten, daar heb ik daarnet al het even over gehad. Wat zijn goede eiwitten? Dat zijn alle zuivere vlees- en vissoorten. Zalm en wilde vis. Je kunt gaan voor kleine visjes. Je kunt gaan voor kip, kalkoen, grasgevoerd, liefst rundvlees en dergelijke meer. Tip nummer 6. Voeg vezels toe. En die vezels die haal je dan
uit de blaadjes die je erbij doet. Die rauwe groene blaadjes, zoals spinazie of zoals rucola. Dat zit vol met, of basilicum, zit vol met vezels. En zorgt dus ook weer voor een betere vertering, een tragere vertering. Een langer gevuld gevoel, alleen maar voordelen. En de laatste tip is combineer het met zuren. Je hebt ook weer die Italianen weten, de zuren uit tomaten. Nu opletten, de Italianen doen het goed, maar hier zie ik het heel vaak verkeerd gebeuren. Tomaten moet je altijd schillen en altijd ontpitten. Want anders, het zijn die pitten en het zijn die schillen die niet goed zijn voor ons. Ontpitten en schillen en die zuren uit de tomaten, die dan als de tomaat warm wordt, komen er zuren vrij. En die zuren helpen de vertering. En je kunt ook, als je er dan een kleine salade bij maakt, dan kun je daar ook een lekkere vinaigrette bij maken met goede olijfolie, een beetje citroen of een beetje azijn. En dan maak je dat lekker, met een schep sterke mosterd erbij. Je mag echt wel een lekkere vinaigrette maken. En dat gaat er ook voor zorgen dat je die pasta beter verteert. Wat je ook kunt doen is een scheutje appelazijn in je water doen. Dat je gaat drinken een kwartiertje voor je pasta gaat eten. Dat zorgt er ook voor dat je daar, is ook zeer goed tegen celluliet bijvoorbeeld. Dat zorgt ook voor het beter verteren van die koolhydraten van die pasta. Amai, dat was weer een hele mond vol, zeg. En er zijn zelfs nog mensen aan het kijken. Super tof, oké. Dus, wie van jullie is er een echte pasta-fan? Zet even een 1 in de commentaar hieronder. Dan kan ik dat zien. Als je zegt van pasta, buk, dat is echt niks voor mij. Zet dan een 2 in de commentaren. Als je hier bedenkingen over hebt, of vragen, of ervaring, of als je een inzicht hebt gekregen. Jimmy, jij 1. Karin 1. Ja, de meeste mensen zijn pasta-liefhebbers. Ik vroeger ook, hoor. Ja. Maar kijk, ik hoop dat deze 7 tips jou mogen helpen om toch te genieten van je pasta en toch er geen nadelen van te ervaren. En dan heb ik het over nadelen op vlak van, wat zeg je, Jimmy, hoe noemde het alternatief voor de pasta? Wat bedoel je deze? De konjac pasta. Martijn, staat dat hierop? Ja, konjac. K-O-N-J-A-C. Maar soms staat het erop onder de naam van glucomanan. Glucomanan, zoals ik het zeg met een C. Glucomanan. M-A-N-A-N. En dat gaat eigenlijk over de vezel van die wortel, van de konjakwortel. Dus dat is het. Moet je zeker eens proberen, is echt wel super lekker. Ik ga er. Maar wat wel is, alsjeblieft Jimmy, wat er wel is, de gebruiksaanwijzing die op de verpakking staat, en het staat er overal zo op, die vind ik niet zo wauw. Soms wel, als je bijvoorbeeld een wok maakt met allemaal groenten en je hebt een beetje vocht in je wok, van je bouillon of zo, van je groenten, dan kun je dat de laatste 2 minuten er gewoon aan toevoegen. En het enige wat je moet doen, dat staat er ook duidelijk op, is het spoelen onder de koude kraan. En dan, hou me eens even stil, Tanja. Oh, sorry. Sorry, wacht, hè. Kun je dat? Maar ja, het is een spiegelbeeld, hè. Ik zal volgende keer mijn camera draaien. Maar als ik dat nu doe, ik weet niet hoe dat moet. En ik heb er hier 2 tegelijk, dus dan ga ik mijn eigen in de soep draaien. Dus ik ga dat niet doen. Deze komt van de Albert Heijn, maar je vindt hem overal. Ik koop hem eigenlijk meestal online. Als je op mijn website gaat, hebjelevenlief.be/tanjasvervangers, dan vind je de link naar waar ik hem bestel. Dus mocht je hem niet vinden, dan kun je ook nog altijd online bestellen. Wat ik nog wou zeggen is, ik zal hem eens een keertje bereiden. Een keer mijn geheime
bereidingswijze van die noedels of van die pasta. Waar ik hem altijd super lekker mee vind. Van door vind. Iets in die zin. Oké, goed. Ik ga afronden. Ik vond het super tof dat jullie hebben gekeken. Dank jullie wel daarvoor. Ik hoop dat deze tips nuttig waren. Als het zo is, laat het even weten. Als je pasta-liefhebbers kent die toch wel wat nadelen ervaren. Of die denken dat ze geen pasta meer mogen eten omdat ze ervan verdikken of omdat het niet gezond is. Tag ze dan even in deze video of deel de video. Zo zorgen we een beetje voor elkaar en maken we de wereld nog een beetje mooier. Ik zie jullie heel graag in een volgende video. Volgende week zondag ben ik er zeker terug. En als er bepaalde dingen zijn waarvan jullie zeggen van oh, ik zou graag hebben dat ze het daar eens over heeft, laat het mij weten en ik ga daar een leuke video over maken, oké? Heb een heel mooie zondagavond en tot de volgende. Bye bye.